Soms gebeuren er dingen op momenten dat je het totaal niet verwacht. Dat zal de medewerker van dit tankstation ook hebben gedacht. Maar let op wat er gebeurt. Zomaar, out of the blue, gaat de jongen uit zijn dak met een brandblusser uit de shop. Het gebeurt op vrijdag 7 april, om 2:00 s'nachts. Wat de jongen bezielde is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat hij voor ruim 40.000 euro aan schade heeft veroorzaakt. Hij staat er goed op. Detail, hij had een bruine hond bij zich, een soort Stafford. De jongen draagt een trainingspak in camouflagekleren en hij heeft een petje op. Wie is dit?